Nick van Schuren, proficiat. Was toch een harde dobber, hè, vandaag? Sorry, hè? Harde dobber. Nou ja, ja, wij speelden op het begin niet zo goed. Dus pas eigenlijk de derde periode begonnen wij wat meer samen te spelen als een team. En dan gaat het makkelijker, dat zie je wel. Ja, en dan win je toch een heel belangrijke wedstrijd. Ja, 3 punten, dus dat is altijd mooi meegenomen. En volgende week spelen we weer tegen hun, dus het is mooi, mooi weer gewonnen. Hoe is het nou om tegen je broer Mike te spelen? Ja, vooral leuker eigenlijk. Maar het is gewoon een wedstrijd tegen een team waar we van willen winnen. En ik wil elke wedstrijd winnen. En tegen hem spelen is iets speciaal, omdat we dat eigenlijk nooit hebben gedaan tegen elkaar spelen. Altijd samen in een team. Vooral denk je aan gewoon de tegenstander. Niet per se dat ik nou echt speciaal tegen hem speel of zo. Heb je ook niet zoiets van, ik moet me inhouden als je bijvoorbeeld aan de boarding hem tegenkomt? Nee. Nee, dan wil je nog eens extra hard misschien? Nee, niet extra hard, maar hij is dan gewoon een speler van Den Haag. Niks meer, niks minder. Hij heeft wel het einde niet gehaald, jij wel. Ja, dat klopt. Hij is een beetje dom. Hij was boos. Ja, hij is gefrustreerd en ik weet dat. En wij zijn allebei, hebben wel soms een kort lontje. Maar wij wonnen deze keer en konden rustig blijven. En hij werd gefrustreerd en krijgt ook een match terecht. Je bent vandaag weer beslissende man. 2 doelpunten, de laatste 2 doelpunten. En daar komt Den Haag niet meer terug. Nee, klopt. Ja, je krijgt gewoon een paar goede passes van Matt. Het is gewoon heel fijn om samen mee te spelen. En eigenlijk sinds een maand gaat het eigenlijk stukken beter met ons. Na dat dipje, hè? Ja, precies. En nu beginnen we elkaar beter te vinden. En dan zie je gewoon dat het makkelijker gaat. Dan is het leuk ijshockey, ja. Ja, je weet waar je voor gehaald bent, voor doelpunten te maken. En dat gaat vrij aardig, vrij aardig, vrij goed. Ja, gaat goed. Ja, we gaan gewoon door waar we vorig jaar waren gebleven. Dus, ja, je bent altijd al zo'n speler die het neusje heeft voor een doelpunt te maken. Ja. Maar waar ligt dat dan? Zo opgevoed in het ijshockey? Ja, ik heb dat altijd het leukste gevonden. En ik weet niet precies hoe dat komt. Ja, ik heb er een beetje aanleg voor, denk ik. Vroeger ook al, toen ik jong was, kon ik niet zo heel goed schaatsen. Je stond wel op je plek. Ja, en de goals maken ging gewoon. Dus dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En ik heb gewoon aan mijn schaatstechniek gewerkt. En daardoor krijg ik nog meer kansen eigenlijk. Dus ik weet niet, gewoon een klein beetje aanleg, een beetje geluk. Maar ook gewoon, vind ik leuk. Ja. Voelt het goed dat je naar Geleen gekomen bent dit seizoen? Ja. Waarom? Het gaat sportief gezien uitstekend. Ja, dat ook. Maar net iedereen het heeft gezegd, gewoon, we hebben een superleuk team. We hebben allemaal lol met elkaar. Thank you. Ja, we hebben gewoon heel veel lol met elkaar. En ook buiten het ijs. Dat is ook belangrijk. Je wil winnen, dat is nummer 1. Maar je wil gewoon een leuk team hebben. Dus ik kon de jongens al van tevoren, kon ik al heel veel jongens. Dus ik wist wel dat het goed zou komen. En ja, het is gewoon een goede keus geweest. Eerst volgende wedstrijd, aanstaande vrijdag. Wederom tegen Heijs, maar dan een veel belangrijke wedstrijd. Zaterdag toch? Of zaterdag, ja. Ja, dan is het halve finale. Maar ik denk als wij spelen zoals wij kunnen spelen, zoals wij de afgelopen paar weken hebben gespeeld. Dan moeten wij gewoon winnen. Succes daarbij. Dankjewel. Glenn Baks. Ja. 450 keer op het ijs. Ja, goed, maar ja, dat is niet niks, hè. Ik schrok er zelf een beetje van, ja. Ik zag, ik had het niet in de gaten, ik had er ook niet bij stilgestaan. Ik zag Peter daar in de bank staan. En als Peter daar bij de official staat, dan is er meestal wat in de hand. En ik hoorde de Larry van Wieren Cup en Red Bull Crash Ice en toen viel met kwartje. En superleuk, tof. Ik vind het heel leuk dat ik even in het zonnetje gezet word. Vooral zo'n wedstrijd spelen vandaag. Lekker te winnen. 4-1 was volgens mij... Ja, heerlijk. Dus je weet dat wel te waarderen, dat ze je naar voren halen? Oh, tuurlijk. Er worden wel eens grapjes over gemaakt van dit en dat. Vorig jaar was Lars van Schluun in de beurt. Nou, dit jaar ik. Ja, ik vind het wel mooi als de club met zoiets komt. En als dan Peter daar staat met zo'n leuk presentje, dan krijgt hij een mooi plekje thuis. En dan ook nog 450 keer geleen, hè? 450 keer geleen, ja. God, maar ja. Nou is dat heel makkelijk om dat bij te houden. Hou je dat zelf bij? Nee, dat wordt bijgehouden. Ja, ik bedoel, in ijshockeysport worden alle statistieken bijgehouden. Dus ze hebben ons meteen in de gaten 450 keer Baks. Ja, 450 keer Baks. Het wordt inderdaad bijgehouden.
Ja, ik heb ze echt gespeeld, dus ik vind het een mooi gebaar. Ik geniet ervan vandaag. Oké, okay, daarvoor wil ik je naar voren halen even. Misschien even nog kerstgroeten doen aan supporters? Ja, het was vandaag ook weer lekker vol. Volgend weekend play-offs, moet het nog drukker. Het is een beetje zoals de teddybeertos, maar ik wil iedereen een heerlijke kerst wensen. Wij gaan ervan genieten, maar we gaan donderdag weer aan de bak. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dus Shang en de gang.